De 6 arrestanten die zondag zijn ontvlucht, zullen niet uit handen blijven van de politie, verzekert politiewoordvoerder Milton Kensmil de gemeenschap. Afgelopen zondag zijn 6 verdachten, 4 Brazilianen en 2 Surinamers, ontvlucht uit het cellenhuis van het politiebureau Nieuwe Haven. De verdachten konden ontsnappen doordat ze 3 spijlers in de toiletruimte doorzaagden. Het zijn mensen die eerder waren aangehouden. Ter zake, ze werden verdacht van moord. Maar en ook nog mishandeling. Als ook diefstal met een geweldpleging. Deze verdachten zijn nog steeds voortvluchtig. De politie werkt aan hun wederaanhouding. We vragen die gemeenschap. Voor zover zij iets verdachts merken, iets ongebruikelijks merken, om dat met de politie te delen. Er zijn wat tips die binnenkomen, die worden ook uitgewerkt. Ja, maar tot op dit moment is nog niet met de afdeling Public Relations gedeeld. Of er daadwerkelijk verdachten weder zijn aangehouden. Kensmil benadrukt dat het geen gebruik is dat verdachten uit handen blijven van de politie.